Unagi's zijn kanaal is verwijderd. Ben ik weer. Yes. Dit is een wijndop. Ja. Wijndop view. Mensen, ik ga straks die wijndop oprapen, maar eerst even wat zeggen. Unagi's zijn kanaal is verwijderd. Überhaupt, ik wil even mijn mening geven aan jullie. Als je een groot kanaal hebt en je wordt verwijderd, dat vind ik niet zo erg kunnen, trouwens. Je bent een groot kanaal, dan hoort het niet verwijderd te zijn. En ik hoorde, ik heb een beetje gespit op internet, hoe en wat. Ze zeggen dat hij dus seksuele dingen op YouTube zet. Ik heb gekeken, want ik dacht, ja, als ik dit vertel, moet ik wel even goed zeker weten of het zo is. Nee, hij doet geen seksuele dingen en toch wordt hij verwijderd. Ja, hij kan ook gerapporteerd zijn of zo, weet ik veel, door mensen, maar... Ja, weet je, daar ga ik niet over. Het idee dat gewoon een groot kanaal wordt verwijderd. Ik begrijp er helemaal geen reet van. Wacht, ik ga even die wijndop oprapen. Anders wordt mijn stagebegeleider ook. Wijndop. Toen ik het zag, dacht ik, ik moet daar gewoon een video van maken. Ik wil mijn mening geven. En dat is het. Waarom worden grote YouTubers verwijderd? Ze zijn lekker bezig. Ik zie aan de kanalen dat ze gewoon niks verkeerds doen of zo. Ik vind het nog chill om te kijken zelfs. En ja, ik vind het eigenlijk niet zo kunnen dat YouTube het gedaan heeft. Wil je mij ook... Nee, dat ga ik niet zeggen. Dit was wat ik even kwijt wou. Hij heeft een nieuw kanaal trouwens. En een hele leuke kanaaltrailer, die heb ik gezien. Echt, hij heeft zeg maar een soort van amateuristisch gemaakt of zo. Dus dat is grappig. Abonneer gewoon op hem, want hij verdient het. En ik heb nog niet eens abonnees en ik ga zeggen dat jullie moeten abonneren. Doe gewoon, ja, dat is leuk. Nu ga ik een tijd bedenken wanneer ik ga uploaden. Ik ga iedere dag om 6 uur uploaden. Klaar. Dus om 6 uur morgen is er een video online. En ik zie jullie weer. Latsie! Doei doei mensen. Jullie zijn echt gek.